aanwezig. Mag ik een groot applaus voor de wethouder sport. De genomineerden voor de sportprijzen van de gemeente Westland zijn bekend. Voor de titel Sportman van het jaar gaat het om ADO-keeper Robert Swinkels, judoka Koen van Winden en surfer Kaspar Hamminga. De genomineerden voor de titel Sportploeg van het jaar zijn het voetbalteam van SV Honslersdijk, het dameshandbalteam van Quintus en de Westlandia voetbaljeugd onder 12. Voor de titel Sporttalent komen in aanmerking acrogymnaste Brittany Bordewijk, veldrijder Menno Huizing en kogelstoter Ruben Rolfink. De genomineerden voor de titels Sportvrouw en G-teams volgen volgende week. Tijdens de sportgala in Westland Theater De Naald worden alle prijzen uitgereikt, dit jaar op donderdag 31 januari. Het gala wordt uiteraard weer uitgezonden op WOS TV.